En ik dacht bij mezelf, nou, wat is gratis om ons heen? Dat is zonneschijn, dat is lucht en dat is zwaartekracht. En met deze systemen gebruiken we dat optimaal om water te maken. Met dat idee bedacht Ab Verheggen jaren geleden zijn uitvinding, de Sun Glacier. Het apparaat kan water uit de lucht halen. Het werkt zo. In het apparaat zit zo'n soort metalen box. Die wordt heel koud gehouden. Als de koude plaat in aanraking komt met de hete lucht, ontstaan waterdruppeltjes. Het water kan worden opgeslagen of meteen worden gebruikt. Hetzelfde gebeurt bijvoorbeeld als je een koud blikje cola in de zon zet. De watermachine is al getest in een woestijn, in Mali, in Afrika. Daar probeerden de uitvinders met behulp van het Nederlandse leger of ze op zo'n droge, warme plek water konden maken voor de militairen. Na lang proberen lukte dat. Het apparaat is steeds verder verbeterd. En uitvinder Verheggen hoopt dat het in de toekomst voor miljoenen liters drinkwater kan zorgen. Als er ergens een nood is, je kan met noodhulp, kun je natuurlijk... Vaak gaat het over water, drinkwater. Zou je installaties kunnen bouwen die er naartoe kunnen? Ook hoopt hij dat de watermachine regen kan maken op plekken waar het lange tijd droog is. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn voor boeren. Tot die tijd blijft Verheggen sleutelen aan het apparaat om er zoveel mogelijk water uit te laten komen.